Leon's Wine & Mentories, aflevering 62. Mijn laatste bezoek aan de Beaujolais was zeker niet de eerste keer dat ik het gebied bezocht. Ik had er alleen nog nooit rondgereden op een mooi scootertje. En dat is toch even wat anders. Op zo'n scootertje beleef je de omgeving heel anders. De afstanden tussen de verschillende cru de Beaujolais zijn klein. En voor je het weet rij je zo een andere cru binnen. Hey. Op een kaart zie je het wel dat het allemaal dicht bij elkaar ligt. Maar als je dan op een brommetje rondtuft, wordt het allemaal toch wat duidelijker. Het was super leuk om te doen. Een van de mooiste uitzichten in de Beaujolais heb je bovenop de heuvel waar het kapelletje van de Madonna van Fleury staat. Een herkenningspunt dat je vanaf enorm veel verschillende plekken kan zien liggen. Hier, gezien vanaf net buiten het dorp Fleury. Op de voorgrond het domaine de Quatre Vents, waarvan we de Fleury vroeger in de winkel verkochten en waar we ook destijds eens als gast zijn ontvangen door de enorm vriendelijke monsieur Darroze. Hier gezien vanaf de weg richting Chirouble. En hier, nog veel verder, vanaf de Mont Brouilly, helemaal in het zuiden van het crugebied. Maar zoals ik al eerder zei, is de Beaujolais meer dan alleen de crus. Over de crus later meer in andere winementries. Nu even wat cijfers over het Beaujolais-gebied in zijn geheel. Beaujolais heeft een oppervlak aan wijngaarden van een kleine 20.000 hectare. Totaal zijn er 3500 wijndomeinen actief die een gemiddelde omvang hebben van 7,8 hectare. De 18 coöperaties die er in Beaujolais zijn, doen ongeveer 30% van de totale productie. Die totale productie is ongeveer 1 miljoen hectoliter per jaar, goed voor 133 miljoen flessen. Het grootste deel hiervan, 375.000 hectoliter, ongeveer 50 miljoen flessen, bestaan uit de 10 crus. Ietsje minder, ongeveer 360.000 hectoliter, ongeveer 48 miljoen flessen, is gewone Beaujolais. En nog weer wat minder, 265.000 hectoliter, ofwel 35 miljoen flessen, zijn Beaujolais Village. De totale Beaujolais van noord naar zuid is zo'n 55 kilometer lang en ligt globaal tussen Mâcon en Lyon in. Het is een gebied van maar 10 à 15 kilometer breed en ligt in het westen op de uitlopers van het Centraal Massief en loopt af in de richting van het Dal van de Saône. Heel veel informatie over Beaujolais is te vinden op de officiële website van het gebied, beaujolais.com. En een absolute aanrader om eens uitgebreid te bekijken is het digitale magazine over de Beaujolais van het prachtige wijntijdschrift Perswijn, te vinden op perswijnbeaujolais.nl. 28 pagina's, boordevol informatie en met allerlei aanraders voor wijn en restaurants. Tot zover voor nu de Beaujolais, morgen even iets heel anders. Bedankt voor het kijken, tot morgen.